Uit onderzoek van de Nationale Jeugdraad blijkt dat meer dan een derde van de jongeren slaapproblemen heeft. Zijn scholieren hierdoor vaker moe? Ja, hangt er vanaf als ik te laat naar bed ga. En soms af en toe hebben we lichamelijk opvoeding, zeg maar. Dan krijg ik ook spierpijn en zo. Ben ik ook wel eens moe de volgende. Nee, ik ben eigenlijk nooit moe. Ja, gewoon, ik slaap genoeg. Ik ga meestal rond de uur of 12 naar bed en dan word ik om 6:30 wakker. Dat is wel genoeg voor mij. Ja, als ik vroeg naar bed ga en beter uitrust, heb ik geen problemen. Zie ik op school een fit uit. Als we zeg maar nu gaan bekijken hoe... hoeveel kinderen eigenlijk dan niet achter de computer zitten, hoeveel 24 uur per dag dat ze met een mobiel bezig zijn, sms'en, MSN, Hives, eigenlijk met heel veel dingen bezig zijn op dat gebied. En ja, dus ik neem aan dat ze daardoor inderdaad gewoon minder slaap krijgen. Het is volgens mij zelf zo dat kinderen hun mobieltje wel mee naar bed nemen. Vaak leerlingen naar toe met klachten over vermoeidheid? Niet direct. Wel vaak zich niet lekker voelen, zich uit de hum voelen, ruzie hebben, vinden dat ze geplaagd worden, gepest worden, dat ze niet kunnen slapen. Maar puur van ik slaap slecht, is denk ik iets wat voor veel leerlingen toch iets klinkt als van, nou, daar ga je niet mee naar school.